Dus hier is vandaag de grote sponsorloop. Ja, dat denk ik voor elkaar, jongen. Is hier de start? Wat doe je voor man doen dan, jong? Hardlopen. Hardlopen? Ja. Waarvoor? Sponsorloop. Hé? Sponsorloop. Heb je een brief hier in de voet? Ja. Hoeveel gaat het per kilometer? 5 cent, 1 kilometer, kwartje. En hier daar? 50 cent en wat kwartjes. Heb je een open fun die er hoe sponsoren won? Zegt u? Heb je een open fun die er hoe sponsoren? Ja. Een kilometer, een heel blad vol? Nee. Nee. En hier daar? Ja, 19. 19? Ja. Geen kwartje of een ronde of wat doet ze? Kwartje zo. Alles waar. Na 1 kilometer loop ik 8,5 ronden. 8,5 ronden, en hoeveel kilometer denk je dat je loopt? Zullen we met een 10. Nou, moet je best maar eens doen. Dat zal wel lukken. Nou, maar ik wens jullie eigenlijk veel plezier met en een goede binnenkomst in de park. Als ik 5 kilometer kom, dan drink ik verder gewoon 5 euro. Wat is het nou? Nou, wie heeft het meeste geld, jongen? Wie heeft het meeste geld, Ben? Ik! Als ik 5 kilometer kom, dan ik 60 euro. 60 gulden, 5 kilometer. Hoeveel heb je per kilometer? Hallo! Hoi, goed! Nou jongens, hoeveel geld werd er met elkaar? Hoeveel kilometer ga je lopen? 3. En hoeveel geld krijg je per kilometer? Weet niet. Hier dan. Kwadi. Een kwadi per kilometer? Ja. Maar als je 10 kilometer loopt, ben je maar in de Riksdaalder. Ja. In de Riksdaalder? Ja. Dat is niet waar. Nee, ik ga gewoon per kilometer. Hier gewoon per kilometer. Ik ga. Je hebt verkeerd, je begrijpt niet goed. Hoeveel krijg je per kilometer? Hé? Wie niet? Ik kan niet meer. Jongens! Laat maar gaan. Opgelet. Nou, hoe lossen in Gouden? Ja, zoiets altijd, hè. Loopt ze maar weg, hè? Een hele groep. Nou, zo mooi, animo en zo, dat ze allemaal met elkaar doen hier, hè. Heb je plezier, hè, om zo'n soort weg te schieten? Ja, tuurlijk, altijd. Gina, Lollobrigida, jij bent voor mij de vrouw waar ik zoveel van hou. Daar kan ik werkelijk niks aan doen. Gina, 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 Lollobrigida, graag zou ik naar je gaan. Je bent hier ver vandaan, maar voor die reis heb ik geen poen. Waar is mijn jongen? Wees stek in de ziet. Ja. Ja? Nou, even naar de verzorger.
laten gaan. O Antoinette, o Antoinette, waarom heb je dat gedaan? En het was een fijne avond, bergedompom, bergedompom. Er was vol op die. Ze danste met een ander, bergedompom, bergedompom. Nou, Oldsman, doe nog een rondje. Oldsman, doe nog een rondje. Dus bent er nu lopen? Ja, snel. Ja, er is nu tussen de 4 en de 10. Tien is nu bezig. Ja, de 10 met 10 kilometer. Je moet nog 10 minuten, hè? Je moet nog 13 minuten. Ja. Gevuld? Nee, als ze nu door de finish komt, dan kunt ze schelen. Ja, van man nog. Waar lopen? 11 rondjes geloof. Nee, 11 kilometer dan, hè? Hoe is je honger? Ach goed, ik heb de 10 lopen. Heet de 10 lopen? Ja. En niet meer? Nee. Niks. Zo ja toch. Maar nog 10. Me? Ja, dat kan weer houden, hè? Jongens! Ja! Hey, wij verdienen, hè? Jongen, hoeveel ronden ga je lopen? Hè? Hoeveel ronden ga je lopen? Tien. Edwin. Je moet wel begonnen. Hoeveel kriepen zijn er meter? Je hebt wel een handen minder doorsnijden. Hè? Je hebt je handen van minder schrijven. Hé, als je meer dan 100 ronden lopen, krijg je een bak per dag van. Ja. Hey, je moet daar zo langs, hè? Marianne, weer de weg, jongen. Kom, dat is in de richting van Wat was die, wat voor nummer was die, Royal? Ik heb een K, hè? R-Heuven, dat is een meisje. Ja, dat is een zusje, maar ziet er onderop, dat is B-string. Maar goed is. Dennis, wil je? Dag, pa. Had een hoge vriend, zij keek me met haar blauwe ogen aan. In een zwart met witte jas, stond zij
liggen daar heel alleen. Dacht ik, laat die schat daar zo niet staan. Het duurde daar maar even, of ik had het voor elkaar. En samen gingen wij op weg naar huis. Ze keek een beetje schichtig, maar dat was geen bezwaar. Want bij mij voelt zij zich vast en zeker thuis. De oren en je ogen donkerblauw. Kou, 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 kou van jou. Met je korte, kromme poten en je neus zo lekker koud. Kou, 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 kou van jou. Je bent mijn beste vee. Ja, jij bent... Nou, hoe gaat het, jongens? Best? Ja, zo. Ja, het zijn nog erin, joh. Duurde daar maar even, of ik had het voor elkaar. En samen gingen wij op weg naar huis. Ze keek een beetje schichtig, maar dat was geen bezwaar. Want bij mij voelt zij zich vast en zeker thuis.